Welkom bij weer een nieuwe aflevering Appels met Peren. De lente komt eraan, dus de vraag die ons alle op de lippen ligt is natuurlijk: wat wordt de nieuwe kleur? Op gebied van mode natuurlijk. Wat worden de nieuwe trends? En daarvoor heb ik hier natuurlijk Otmar El Jacobi, onze trendwatcher. Dus aan jou de vraag: wat gaat het worden deze zomer, deze lente? Wat gaan we dragen? Ja. Kijk, als je gewoon bezig bent met Sega mode, en dan kan je gewoon doen, iedereen mag dit jaar gewoon doen wat hij wil. Ja. Weet je, wil jij een jetski gewoon wit, wil jij jetski gewoon helemaal zwart, mat. Weet je, met misschien iets geks erop als een Mercedes ster of zo. Dat mag allemaal. Je mag zelf gewoon zeggen van, want ja, wie ben ik om te zeggen, jij bent lelijk, jij bent dik. Weet je? Ja, oké, maar wat er is... Er hangt iets in de lucht. Er is een kleur die weer... Nou, zo gaat het toch met mode? Rood komt weer terug, maar is rood ooit weg geweest? Dat kan je ook zeggen. Kan je zeggen, toch? Wat je wil, wat jij wil. Wat draag jij liever rode shirt? Ja, is gewoon ja, rood. Nee, maar het is gewoon... Nee, maar dat is gewoon niet gewoon doen wat je wil, toch? Jawel. Maar er is, omdat je toch trendwatcher bent... Trendwatcher, vraag gewoon iets anders. Ik wil gewoon graag weten wat zeg maar... de kleur eventueel zou kunnen worden. Ik weet niet wat het afgelopen jaar de kleur was. Ik mag gewoon alle kleuren dragen die willen, vriend. Maar ik kan gewoon voor dit jaar zeggen, wil ik zeggen, ik neem een auto en een cabriolet. Doe je dit jaar de kap zwart als je witte auto hebt. Hoeft niet. Kan ook gewoon wit. Kan gewoon gebroken wit zelf. Zo vroeger zeggen ze lelijk is gebroken wit, hij is vies. Maakt niet meer uit, vriend. Alles kan gewoon. Ja, oké. En voor mij is het makkelijk als zeggen, ja, iedereen gaat dit jaar wit dragen, witte bloekjes. Ja, misschien, ook, ja, okay. Weet je, okay. Ik denk misschien als het echt warm is, korte broeken. Sandaaltjes, weet ik veel, meisjes, rokjes. Lekkere, weet ik veel. Maar geen kleur, die je weet. Maakt mij niet uit, vriend. Nooit dus alles niet... gaat toch ook, weet je, als je alles zelf draagt, dan is het een beetje raar. Dus geen specifieke... Ja, als je Snoop Dogg bent, kan je alles dragen. Precies. U keek weer naar een aflevering Appels met Peren. Tot de volgende keer. Ik dacht dat je trend was. Nee. Ik vroeg om een kleur. En ik vroeg op kanker 100 kleuren kiezen. Hier hoor. 1, 2, 3, 100. Nou, rood is in ieder geval nog terug van weg geweest. Of zo.